De 23e verbrandingsoven in het district Brokopondo is in gebruik genomen. Dit gebeurde op woensdag 21 april en wel op het natuurreservaat Galibi. Het was een verrassing voor ons toen we hoorden van Galibi kreeg een verbrandingsoven. Dus weet je wat het voor ons heeft betekend? Toch ligt van kapitein Takito. Dus het was eerst bij gewoon van, ik kies van verbrandingsoven. Maar na die acties, toen we grind moesten gaan halen, cement, dan werkelijk, Abribi kon toch werkelijk ook kies van verbrandingsoven. Tijdens de opening zijn verschillende toespraken gehouden door verschillende vertegenwoordigers. Hierbij werd het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met verbrandingsovens benadrukt, zodat dit project duurzaam voor Suriname mag zijn. Hierna werden de naamborden van de 23e verbrandingsoven met het nodige enthousiasme onthuld. En ik ben hier op het juiste moment. Ik ben in Noorderbakken aan renoveren. En natuurlijk heb je een beter werkmilieu. En in eerste instantie samen moest gewoon naar poli moest horen. Echt door een arts, door doktoren. En of dat kon, dan ben ik hier aan poli op de boomvoer. Ook werd er een nieuwe poli van de regionale gezondheidsdienst RGD in gebruik genomen. Mevrouw Sebita Gopal, waarnemend directeur van de RGD, gaf aan dat in de eerste week van de maand mei artsen gestuurd worden naar het dorp die er voor langere tijd zullen vertoeven. Hierdoor is de toegang tot gezondheidszorg op elk tijdstip van de dag verzekerd voor de bewoners van Galibi. In verband met de uitvoering van het project Hernieuwbare Zonne-energie voor Leefgemeenschappen in het Binnenland, heeft een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven, een tweede veldbezoek gebracht aan Galibi. Het bezoek is afgelegd om de locaties te bespreken voor de opzet van de solarplant en de plaatsing van de windmast. Het bezoek vond plaats op 4 maart 2020. Galibi, bestaande uit de twee dorpen Langaman Kondre en Christian Kondre, zal 1x24 uur van stroom voorzien worden, welke door middel van zonnepanelen opgewekt zal worden. We zijn thans bezig om het kader van de landelijke elektrificatie van dorpsgemeenschappen. Zijn we dus nu thans ook bezig als ministerie van NH om ook Galibi als een van de dorpen eigenlijk ook in te zetten voor dat elektrificatieproject. En dat wil zeggen dus dat we zeker voor wat betreft energie gebeuren. Het gaat dus hier om het opzetten van een solar plant. Dat we dus met de dorpsgemeenschappen zelf, twee dorpen hier, Christian Kondre, Langeman Kondre. En we hebben met de kapiteins vooral, met het leiderschap, de kapiteins gesproken. En het betekent dus dat we dus samen met het bedrijf die we hier voor hebben aangetrokken. En dat is dus in dit geval Power China. Samen met een lokaal bedrijf, AMS en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Ervoor zullen zorg dragen dat in de komende periode een solar plant met een powerhouse wordt opgezet. Zodat ook Galibi kan beschikken over 24 uur elektrificatie. Los van dit project. Los van deze doelstelling dat we hebben in het kader van landelijke elektrificatie van de dorpsgemeenschappen,
zijn we hier ook bezig om in het kader van een ander project, namelijk het IDB-project, te praten met de kapiteins voor het opzetten van een meetmast ten boven van onze windmap. Dit is een project dat we doen in het kader van een IDB-grant gericht op renewable energy en efficiency. En in dit kader hebben we dus vandaag ook gesproken met de kapiteins voor het opzetten van een meetmast ten behoeve van dus metingen, een jaar lang, windmetingen, zodat we dan daarna over kunnen gaan tot de ontwikkeling van een windmap voor de gehele kustvlakte van Suriname. De delegatie bestond uit medewerkers van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, vertegenwoordigers van het bedrijf Power China en een afgevaardigde van de NVAMPS Power Solutions, de lokale partner van Power China. Tijdens dit bezoek is er een vergadering belegd met de kapiteins van beide leefgemeenschappen. Er is onder andere gesproken over de diverse uitdagingen op het gebied van water en energie, als ook het windproject en de landovereenkomst. De implementatie van het windproject geschiedt in samenwerking met de Inter-American Development Bank, IDB. Voor de opzet van de windmast te Galibi zal er eerst een landovereenkomst getekend moeten worden tussen de overheid en het traditioneel gezag. Directeur Abeleven gaat nader in op de uitvoering van het project. Nou, voor wat betreft het windmeetproject, voor de ontwikkeling van de windmast, hebben we dus op dit moment gehad dat we de bidding hebben, de procurement, de bidding hebben gehad. We hebben in de tussentijd ook al het bedrijf welke is aangetrokken. We hebben die gecontracteerd. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de masten, de windmeetmasten, in de verschillende plekken langs de kustvlakte van ons land te plaatsen. Eén moet komen dus hier te Galibi. Dan hebben we ook nog één in Komowijnen, een ander in Saramaka, Koroni en in Nikeri. Dus de voorbereiding is nu vooral met de consultant en daarna als de masten zijn opgezet, betekent dat we dus dan ook nog een jaar lang de nodige metingen gaan verrichten. Volgens Abeleven worden de nodige voorbereidingen getroffen om het hernieuwbare zonne-energieproject gestadig te kunnen uitvoeren. Er is al een plan uitgewerkt door Power China met concrete voorstellen om het energievraagstuk in Galibi zo snel als mogelijk op duurzame wijze op te lossen. Wat het andere project betreft hebben wij dus al, dat is dus het opzetten van onze zonne-energiepark hier te Galibi, hebben we al de nodige afspraken, onderhandelingen gehad met het bedrijf Power China. Het een en ander is al uitgewerkt, is ook al geanalyseerd ter plaatse waarmee we nu thans bezig zijn om binnen het ministerie en samen met het ministerie van Financiën onder meer het contract gereed te maken zodat dat ook binnenkort getekend kan worden. En als dat is gebeurd kunnen de voorbereidingen starten hier zelf ter plaatse door het bedrijf. Aan de twee dorpbesturen is het voorstel gedaan om een werkgroep samen te stellen voor een vlot verloop van de communicatie bij de uitvoering van de projecten. De werkgroep krijgt als taak mee om als counterpart te functioneren voor de gemaakte afspraken. Galibi is het derde dorp dat op grote schaal zal worden aangesloten op een volledig hybride systeem met zonnepanelen. De dorpen Guyaba en Pikingslee zijn als eerst aangesloten op dit systeem.